Ai, stranda, mi muore, sweetie condre. Kijkers, goedenavond. Hier zijn we dan weer met ons programma Afrekenen met het Verleden voor een beter heden. Het is vandaag dinsdag 10 maart 2020 en het is een vrijdag vandaag. Het is een nationale vrijdag in verband met het Holi Fagua feest. We zijn wel een beetje laat, maar alsnog willen wij Surinamers feliciteren met deze dag. En als ik ook zo kijk naar mijn politieke kalender, dan merk ik dus dat we nog 76 dagen hebben om te gaan naar de grote dag, 25 mei 2020. In het programma vandaag, ingenieur Dara Moemera. Goedenavond. Ja, goedenavond luisteraars en goedenavond Joyce. Nou, alvast een soepholi. Ja, soepholi en zeker na alle Surinamers. Holi is een nationale feestdag. En het is op zijn plaats om ieder een soepholi te wensen, Joyce. Aan de andere kant, we weten, mensen die het nog niet weten, Holi is het overwinning van het goede op het kwade. We weten welke kwade zaken ons te wachten staan. Ah. En laten we hopen dat Holi ons daaruit zal halen, dat het goede zal overwinnen, Joyce. Dat is belangrijk. Daarom, ik wil het met je hebben vandaag over de kwestie van de OKB-voorzitter. Kijk, ze heeft laten optekenen dat ze geconstateerd heeft dat de NDP een valse start gemaakt heeft door de bemensing bij het hoofdstembureau helemaal paars te kleuren. En weet je wat zo frappant is? Dat ze nu ook tot de ontdekking is gekomen dat in 2015 de zaken helemaal fout waren gelopen. Heb je dat ook gehoord en wat constateer je daarmee? Ja, en eigenlijk een paar weken geleden, toen bij een evenement door de DA toen georganiseerd, is ze toen al zwaar uitgekomen met een zware sneer naar de autoriteiten en naar de regering, waarbij ze aangaf dat het het ging toen om met name die verdwenen dollars bij de centrale bank. Heeft ze zich erg zwaar daartegen uitgesproken. En ze heeft aangegeven dus dat eigenlijk mensen die stelen moeten worden gestraft en dat al dit soort zaken moeten worden aangepakt. Ze heeft dus toen al laten doorstemeren, in feite, als we dus tussen de woorden van haar lezen, dat er ook een heleboel andere zaken niet goed lopen. Dat heeft ze vandaag, ten aanzien van de verkiezingen, duidelijk naar voren gebracht, door aan te geven dus dat, en in feite wat ze zegt, Joyce, is zeer, zeer, zeer verontrustend en zorgwekkend. Wat ze aangeeft is doordat eigenlijk de aanzet tot fraude en fraudulieuze handelingen, dat alles in feite in kaart wordt gebracht, in prijs wordt gebracht. En ze heeft in feite ieder verweten dat men, dat we nog te weinig erop, dat vanuit de samenleving en de organisaties, dat aan de kaak stellen. En ze heeft het gehad over de bemanning en de bemensing van de stembureaus niet alleen. Weet, op de stembureaus is het met name de stembureau bemanning, de mensen die achter de tafel, die daar alles bepalen in wiens handen ons lot is gelegd. En wanneer je begrijpt nu dat de mensen allemaal daar in dienst zullen worden genomen door voordrachten vanuit de NDP. De NDP-structuren in de districten hebben ze daar. Dan begrijp je, Joyce, dat al die zaken die we verwachten, dat we zeer zeker daarop alert zullen moeten zijn. Een andere zaak die ze ook heeft aangekaart, wat ook zeer verontrustend is, we weten dus dat er tijden werd gesproken over Haitianen en Cubanen, iedereen die hier komen, een ID in hun hand wordt gedrukt en dat ze later dan geïnstrueerd worden op de NDP te gaan stemmen. Wat de OKB-voorzitter hieromtrent naar voren heeft gebracht, is een openbaring. En in feite hoop ik dat eigenlijk er verder wordt gedaan en dat een justitieel of wat dat ook anders, de vraag is dit niet iets weggelegd voor de procureur-generaal? Wanneer ze zegt dat bij de 200 recente naturalisaties eigenlijk op onterechte wijze zijn geschied,
Er zijn mensen, 200 mensen genaturaliseerd in Kabalibo gebied, in weer zo'n klein kiesdistrict, waar 100 of 200 mensen heel wat kan betekenen voor de uitslag van de verkiezingen in die regio's of in dat district. Ze zegt, de mensen zijn niet eens bij de CBB ingeschreven geweest. Ze zijn illegalen die daar waren en zijn niet eens ingeschreven. Betekent dat conform de wet waarbij je 5 jaren lang ingeschrevenen, ingezetenen moeten zijn voor Suriname, in Suriname, dat in feite dat niet mocht. In feite een duidelijke indicatie dat er nu al die fraude plaatsvindt en dat geknoei plaatsvindt om te werken richting het beïnvloeden van de verkiezingen en het naar de hand zetten verkiezingen van de tegenpartij. Maar als ze dat weet, hè? Wat doet ze dan? Zit ze te zitten? Of is het niet een taak voor haar die weggelegd is? Om behalve in Suriname, je hebt het gezegd, procureur-generaal, maar ook waarnemers en internationale organisaties waarbij Suriname aan geratificeerd is, om te kijken wat ze daaraan kunnen doen. Of is het een interne aangelegenheid? Oké, wat ze heeft gezegd, dat ze zal zorgen als OKB, dat er genoeg toezichthouders komen. Ja. Ze heeft gezegd, desnoods, dat de toezichthouders verdubbeld moeten worden. Ik hoop dat ze, wat waarschijnlijk dat is wat bij haar, wat zij van haar kant zou kunnen doen. En ik hoop dat ze inderdaad de daad bij het woord door inderdaad die toezichthouders. Maar Joyce, inderdaad, we hebben gemerkt in andere landen hoe belangrijk is om die waarnemers te hebben. Ja. En ik denk in Guyana, hadden we de waarnemers daar niet, dat was vandaag meneer Gilbert Granger daar als president. Het zijn dankzij de waarnemers, ja, die in Guyana daar met name uitgekomen zijn, zwaar zijn uitgekomen. He, met name de Carter Instituut, de Amerikaanse ambassadeur, de Canadese ambassadeur, de ambassadeurs van Groot-Brittannië, de CARICOM is daarna schoorvoetend ook bijgekomen. En een aantal andere instanties, die hebben de bel getrokken en hebben geëist dat eigenlijk de zaak niet wordt geproclameerd. Voordat eigenlijk die stemmen in die regio 4 zijn geteld of geverifieerd zoals de wet voorschrijft. Ja. Doe als de wet voorschrijft. Dat wil zeggen, men heeft die wet aan de kant gezet. De machine dat de baby die lassie. En dan heeft men de stem in stop gezet, zodat je niet verder kan verifiëren. En dan plotseling worden allerlei getalletjes bijgevoegd. En dan zegt men, eind goed, Oemina verkiezen. Terwijl, volgens de informatie die er is vanuit al die stembureaus, blijkt dat de tegenpartij, de PPP, met zeker 15.000 bovenaan steekt. Begrijp je? Dus we zijn blij, gelukkig dat het gerecht heeft ingespeeld. En die een verbod heeft gezet op het bekendmaken van het verkiezingsresultaat. En we hopen dus dat inderdaad die verificatie nu op richtige wijze gaat gebeuren. Ja, dus werk aan de winkel voor Suriname bij de komende verkiezingen, 25 mei 2020. Ja, maar eerlijk gezegd hoor, ik denk dat de Guyanese al deze grapjes hebben geleerd van Suriname. Kijk, de vorige verkiezing, laten we kijken nog naar die wantoestanden in NIS. Dozen die open en bloot daar waren, stembiljetten op de grond, een hele ware rommel en een situatie daar die aanleiding gaf tot alles. Ja. En ik ben blij wanneer de OKB-voorzitter, in tegenstrijd tot toen ze vertelde hoe goed die verkiezing was gegaan, inderdaad nu toegeeft dat er zaken daar waren fout gegaan toen. Oké. En daarom, ik heb begrepen en gelezen, hè. Dus dat benzine internationaal gekelderd is. Maar wat ik constateer, olie of benzine mag nog zoveel kelderen in het buitenland. Maar in Suriname merken wij dat niet bij de pomp. Is dat jou ook opgevallen? Joyce, er is namelijk, het is de aardolieprijs, hè? Die is gekelderd in de afgelopen weekend. Je had een overleg binnen de OPEC, de landen, die olieproducerende landen. Mm-hmm. En blijkt dat bepaalde landen, laten we zeggen, er baat bij hebben bij het handhaven van een bepaalde olieprijs.
dat overleg is mislukt en het heeft geleid. Onder andere heb ik begrepen dat Rusland bijvoorbeeld, een van de boosdoener is daarin, dat is, heeft geleid dus dat er de aardolieprijzen met bijna 33%, bijna een derde zijn gekelderd. Het was zo'n $40 per vat en nu gedropt is naar $30. En als we horen nu naar de verwachtingen, dat blijkt dat de richting, het niet onmogelijk is, dat er zelf een halvering plaatsvindt, dat er zelf richting $20 per vat. Wat zou dat kunnen betekenen voor Suriname? Eén, in feite, omdat men heeft gezegd, de olieprijs is gekoppeld aan de internationale prijs voor olie. Dus dat zou je zeggen, als in feite, wanneer het naar 20 is, ja, dollar, betekent dat in feite de prijs aan de pomp hier theoretisch ook 50% lager moet zitten. Uiteraard. Maar aan de andere kant betekent het, weet, aardolieopbrengsten op dit moment is de grootste opbrengstenpost voor Suriname. Betekent ook dat jouw inkomsten zijn gehalveerd. De groot deel van onze leningen wordt gefinancierd. Hè, de olieopbrengsten zijn gecommitteerd daaraan. Betekent dat dus je minder leningen zou kunnen gaan afbetalen. Het betekent dat we minder profijt zullen hebben uit die oliebron die we hebben gevonden. Maar ook uit de aardolieopbrengsten. Het is een zeer, zeer, zeer onheilspellende en een zorgmakende tendens, omdat wij in feite voor groot deel ook van de aardolie voor onze inkomsten, onze valuta-inkomsten, afhankelijk zijn in dit land dus. Helemaal. Ja, ik laat vallen daarnet het oliefonds wat Suriname heeft geconstateerd. En we hebben gezien dus dat de minister van Financiën Hoefdraad bij de politie een verklaring moet afleggen, maar hij kan maar niet komen in het land. En we hebben begrepen dat hij met Oppenheimer bezig is een lening te sluiten. En de oliefonds waar je daar net over had, willen ze als borg zetten voor dat geld. En tegen een rentevoet van 16% of 17%. Hou mij dat ten goede. Joyce, we weten dus dat Suriname is nu door die CCC-rating, zijn we als een land nu te boek gestaan. Een land waar aan investeerder worden afgeraden om leningen te verstrekken, te investeren. En betekent dat het moeilijk is voor ons om leningen te vinden. Je bent in feite nu, dankzij het beleid van deze regering, waarin we zijn terechtgekomen, zijn we bereid nu bij, genoodzaakt nu bij woekeraars te gaan lenen. Want een lening van 16% rente is een verschrikkelijk hoge rente. Ja. Ik dacht dat de laatste lening, dacht bij Oppenheimer, was iets in de buurt van 9%. Ze hebben nu gezien dat je in feite een bankroete staat bent en de condities zijn verhoogd. Je bent een risicoland. Hè? Dus wij, om dat risico op te ondervangen, zegt men, dan gaan we je grotere rente in rekening brengen. Dit betekent dat op die lening, ik hoor dat het om ongeveer 200 of tussen 200 en 250 miljoen dollar, betekent dat we bijna meer dan 40 miljoen binnen een periode die men wil, denkt te willen afbetalen, aan rente gaan betalen, Joyce. Het is een verschrikkelijk ding. En we volgen natuurlijk deze zaak. Ik denk dat we als gemeenschap dit echt goed moeten blijven volgen. Ik denk dat aan de andere kant, om zulke grote verplichtingen aan te gaan, 2,5 maand voor de verkiezing, denk ik niet dat het raad zou zijn om door een zittende regering dat nog te doen. Begreep je? En in feite zijn ben je op dit moment de overgangsregering. Het ware beter dit soort enorme bedragen over te laten aan het nieuwe beleid, die we hopelijk met nieuwe inzichten en betere voorstellen komt om dit probleem van onze kassenreserve, maar ook onze betalingen en onze huishouding aan te dragen. Maar wat ik mezelf zo afvraag, heren, die mensen lenen en lenen en lenen, maar het gat gaat niet dicht. Nee, waarvoor ze lenen? Nee, omdat we met de kraan, we dweilen met de kraan open, of je opa kraan en je dweer in op bak. Begrijp je? Want we geven uit alsof we gek zijn,
we geven uit niet aan dingen die productie opleveren, waardoor we geld kunnen verdienen om die leningen zelf te kunnen betalen en al die mooie dingen die men wil doen te betalen. We lenen maar op los, alsof we gek zijn geworden, op populisme, om verkiezingen te winnen, om mensen te laten zien hoe geweldig we zijn. En dan gaan we in allerlei onproductieve zaken, waarbij we het land verder naar de afgrond stuwen. En dan krijg je dit probleem natuurlijk. Ja, met alle gevolgen van die olie is nog niet eens boven water, die hebben nog niet eens aangeraakt, maar het wordt gezet als dekking. Wij hebben ook nog die koersontwikkeling. Trouwens, ten aanzien van die dekking, ik hoor natuurlijk meerdere verhalen. Aan de andere kant zou het ook gaan met de Afubakadam als onderpand. Dan hoor ik inderdaad met olieuitbrengsten. In ieder geval, in dit land weten we op dit moment niet wat er allemaal als dekking is ondergebracht. Op al die bijna 20 miljard leningen die we hebben, weten we dat dingen op eigendommen van de staat als onderpand, als borg zijn gesteld. Het zou goed zijn dat men een keertje aangeeft wat is er nog over, wat is niet ergens op een borg, wat we voor weten dat we ze nog niet of niet de kans lopen ze te verliezen straks. Ja, zeker weten, dat is een heel belangrijk punt. Maar dan hebben we intussen die koersontwikkelingen en dat komt door die leningen op leningen op leningen. Die niet afgelost worden. Ja, dat komt ook door dat, voornamelijk door dat losbandige gedrag van de uitgaven, etc. De koers was, ik dacht vandaag, niet tot gisteren, was hij van, het was in het weekend, tegen maandag, was het nog 11,50 op de zwarte markt, op de vrije markt. Mm-hmm. En het was tegen maandagmiddag was het al naar 13,25. Mm-hmm. En intussen volgen de prijzen, ik ben begrepen, circulaire dingen, waarbij op dit moment zelf cement in kilo's verpakking wordt verkocht. Dus je begrijpt wat voor toestanden. Het leek wel de refortijd. Ja, want ik bedoel, zeg maar, ik word een zak cement. En buitendien, die mensen gaan verliezen als ze het zo verkopen, want het gaat toch hard worden, die cement? Nou kijk, als iemand een klein beetje cement hoeft niet een heleboel pak te kopen, voor dat soort mensen is het wel handig. Maar het geeft aan een tendens in welke situatie we zijn gekomen. Het is net als die huisvrouw die niet meer aan de winkel gaat om een blikje tomatenpasta te kopen. Maar die gaat om één of twee schepjes te kopen in een plastic zakje. Dat heb ik meegemaakt in een supermarkt. Dat is de situatie. De laatste vraag. Verdeeldheid in alle sectoren, met name bij de vakbonden. Is dat niet verontrustend? Nou, we hebben duidelijk enkele tendensen. Nee, maar de kwestie van een paar bonden die zogenaamd Robbie Berestein willen weg hebben. Omdat hij niet zou hebben meegewerkt aan de benoeming tot governor van een centrale bank. Het is natuurlijk een larriepoek, want het is niet die vakbond die beslist of hij moet worden. Okay. Als de regering het wilde, zij beslissen, ze konden het doen. Maar men gebruikt het om voor panya-panya aan vakbond. En ik hoop, en je vraagt je af of men dat niet doorziet. Hetzelfde is met die kwestie bij de Aalse, dacht ik, hè? Waarbij mevrouw Reshma Mangri aan de andere kant zegt, ik weet niet of het verstandig is wat ze heeft gedaan. Als vakbondsleider ben je vakbondsleider voor iedereen, welke partij dan ook. Ja. En dan moet je voorzichtig zijn met je openlijk te kleuren en je voorkeuren, omdat je tegenstanders dat kunnen gebruiken. En je merkt dus dat duidelijk de politiek zeker erachter zit. En daarachter. En ik vind het eigenlijk niet zo verstandig. In ieder geval, ze was upcoming. Iedereen twijfelde toen ze begon of ze het van verlies. En ze heeft het fantastisch gedaan. Maar ik vind het jammer dus dat door deze handeling dat ze toch wel de carrière in de vakbond daarmee toch wel een beetje geweld aandoet. Ten koste van een politieke carrière. Waarschijnlijk is die politieke carrière haar keus geworden. Dus ik wil daar niet over uitspreken. Maar ik denk dus dat je als vakbondsleden toch wel goed aan deze zaken rekening mee moet houden. Dankjewel, Dara. Graag gedaan, dus. Ja, lieve mensen, kijk, als je kijkt naar die kwestie van die vakbondsleider die deze regering niet meer wil hebben. En dan Robbie Berestein namelijk, en dan kan je zo zeggen, wanneer men een hond wil slaan, vindt men makkelijk een stok. Berestein moest weg,
omdat hij niet meegewerkt heeft met zonde. Want wanneer zonde daar zou zijn, dan hadden ze een maklammetje om verder te kunnen stoeien met de overblijfselen van onze harde valuta daar. Maar ja, lieve mensen, we zijn gekomen aan het einde van dit programma. Ik zei het al, er zijn nog 76 dagen te gaan. Vergeet deze rode potlood niet. Deze rode potlood zal u moeten helpen om deze regering weg te stemmen. Want wat ze hebben gedaan van dit land is niet om erover naar huis te schrijven. Ze hebben het land helemaal leeggeroofd. Ze hebben u vernietigd tot op het bord. Dus mensen, weet wat u doet op 25 mei 2020. Ik neem afscheid van u. En ik zou zeggen, een fijne tijd verder. Viert u nog rustig uw Pagua-feest verder. En wij horen en spreken elkaar weer de volgende week. Dag! Hi!